Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 23 mei. Het is een natte dag vandaag en het is eigenlijk gisteravond allemaal begonnen. Lokaal is er in het zuiden en midden van het land meer dan 40 mm water gevallen. En momenteel regent het nog steeds op veel plaatsen. Er zijn wat drogere gebieden, zo lijkt het op de radar, met name in het oosten en zuidoosten, maar daar valt ook hier en daar motregen, dus helemaal droog is het niet. Het idee is dat het vanavond geleidelijk aan wat droger gaat worden en dat het dan vannacht op de meeste plaatsen droog blijft. Hier zien we het weermodel die de regen berekent en ook daar kunnen we op zien dat het in de loop van de avond geleidelijk aan vanuit het westen droger gaat worden. Maar vanavond eerst dus nog wel periode met regen. De temperatuur ligt tussen de 11 en de 12 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. De wind die neemt geleidelijk aan wel wat af en vannacht is de wind op de meeste plaatsen matig, windkracht 3 tot 4. Mogelijk valt er in het oosten en zuidoosten nog een spatje regen, maar ook daar wordt het dan geleidelijk aan droog. Wel blijft er veel bewolking. En de temperatuur die kan dan morgen oplopen naar zo'n 14 tot 15 graden. Mocht de zon wat vaker gaan doorbreken, dan kan het lokaal ook nog wel 16 graden worden. De meeste kans maakt het noordoosten. En de dagen erna ziet het er toch wel naar uit dat het steeds beter gaat worden. De temperaturen die gaan oplopen op woensdag wordt het zo'n 16 tot 19 graden en de wind waait dan uit het zuidwesten. Er zijn zonnige momenten en er zijn stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Donderdag wordt het nog warmer met zo'n 20 tot 23 graden. Dat zijn ook de temperaturen voor de vrijdag. Er is zon en er zijn stapelwolken en vooral in de middag en avond kan er wel lokaal een onweersbui tot ontwikkeling gaan komen. Kijken we dan ook nog eventjes naar de 15-daagse, dan zien we dat die temperaturen ook in het weekend boven de 20 graden blijven. Begin volgende week daalt het kwik dan weer iets, maar het blijft vrij normaal voor deze tijd van het jaar met zo'n 18 tot 20 graden. Wat het weerbeeld betreft, het is licht wisselvallig, er is zon, er zijn stapelwolken en soms valt er ook een stevige onweersbui. Mijn naam is Raymond Klaassen, ik maakte deze verwachting voor Weerplaza en ik wens u een fijne dag.